Hallo crazy gamers en welkom bij een tutorial-achtig dingetje. We gaan hier, je bent een Tekkit. Stel, je bent een Tekkit. En ja, je hebt net een curry gemaakt. En die curry die staat op een kist aangesloten. Alleen dan denk je van, ja, sorteringsmachine, ja, welke wil ik eigenlijk gebruiken? Want in Tekkit zijn natuurlijk een heleboel mods. Er is ook een heleboel verschillende soorten sorteringsmachines. Een ervan is de Railcraft sorterer. En ik ga eigenlijk gewoon in deze, ja, episode of tutorial, jullie laten zien wat voor soort Tekkit sorting machines er eigenlijk allemaal zijn. Ik heb hier de Railcraft al klaarstaan. Ik ga even, een card, hoe kom ik daar aan? Even kijken hier. Oh, ik moet natuurlijk een storage card hebben. Dus wat je moet doen in Railcraft is, dit is bijvoorbeeld even de chest waar de query op staat. Die moet je aansluiten bij een advanced loader of een gewone loader. Maakt niet zo heel veel uit. En die sluit je aan op een cart, minecart, met een chest erin en een holding wheel. Dus wat gebeurt er als ik hem hier neerzet, dan gaat de item advanced loader, die gaat 100% van wat deze, in deze chest zit, in de chest cart gooien. En jij gaat weg. Soms slimes. En die gaat hij dan wegsturen. En als hij deze kant niet op kan door dit blok, gaat hij die kant dus op. Dus dat ga ik nu doen. En dan gaat hij hier langs. Met allemaal holding rails, met unloaders. En hier komt dus een sorteren in te pas. Hier heb je filters. En ik wil dat hier alle cobblestone in deze chest komt. Alle dirt in die. Alle iron ore in die. En dit is heel, dit sorteringsmachine is vooral handig als je hele lange afstanden hebt met je query. Omdat de rails redelijk goedkoop zijn om met verplaatsen en het gaat snel en het is gewoon vooral, deze is er vooral om de, omdat hij er cool uitziet. Oh, kijk nou wat je, oh, kutbeest. Eens even kijken, holding rail. Hier, holding track is het, maar maakt niet uit. Dus ga ik hem nu neerzetten. En je ziet nu, kop, dat er allemaal vol gaat lopen met cobblestone. Die wordt hier uitgehaald. Op een redelijk snelle wijze, vind ik persoonlijk. Nou, dat duurt even tot hij alles in de chest heeft gedaan. Hij is nu bezig met de dirt. En go. Nu komt hij bij de cobblestone. En hier dropt hij alle cobblestone in uit deze chest. En je ziet dat hij nu ook gewoon meteen stil staat. En als we klaar zijn met de cobblestone, gaat hij verder. En daar komt hij bij de dirt unloader. Dus haalt hij alle dirt eruit. Even een klein experimentje. Kijken of hij daar terug gaat. Nee, hij blijft daar staan. Dus nu is de dirt hier. Oh, what the fuck. En de cobblestone hier. Dus zo kun je sorteren met Railcraft. Op een heel efficiënte manier, vind ik zelf. En het ziet er gewoon fucking vet uit. Oké, op naar de volgende sorteermachine. Oké, dan gaan we verder met Buildcraft. En ik heb hier even snel een chest neergezet met, oh, hier heb ik nog een item in gedaan. Zal ik even snel doen. Zo, cobblestone. Zo. Oké, dus ik heb hier even snel een chest neergezet met een steam engine die dat eruit pompt. Waar ik ook nog geen kool in heb. Wauw, wat een voorbereiding heb ik. Ik ben echt awesome. Cool. Zo. Maar in ieder geval, dit heb ik even snel gedaan. De query kun je gewoon aansluiten op een normale stone proof vibe. Dus eigenlijk kun je dit deel vergeten. Ik heb hier twee soorten eigenlijk. Eén is, elke chest heb je een diamond pipe. Kost niet te veel, het kost heel weinig ruimte. En is het makkelijkste om te verdelen. Ik heb elke keer als je dus langs de chest gaat, dan doe je dus geen, de items die je in de chest wil hebben, op het gele vak. Dus ik wil dirt in deze. En ik wil cobblestone in deze. En ik wil iron ore in deze. En stel de curry is gewoon een beetje aan mijnen. Dus de cobblestone die komt er dan aan. En dat duurt even. Daarom is Railcraft ook weer ietsje sneller. Railcraft die rijdt sneller. Dus, maar het sorteren gaat bij Railcraft wel in één keer. Dus ja, het is
Dus van allebei wat natuurlijk. Koolstroom gaat hier rechtdoor. En de deur gaat hier straks linksaf. Dus zo heb je in één rij, als het ware, een sorteersysteem. Het kost wel heel veel diamond pipes. Dus als je, nou, als je veel diamond over hebt, is dat natuurlijk geen enkel probleem. Heb je weinig diamond pipes, dan kun je beter deze proberen. Er komt hier items uit. Ik heb geel, dirt, groen, cobblestone. En zo splitsen ze in twee. Heb je maar één diamond pipe nodig voor twee chests. Even snel een leer pakken. En die slimes zijn bloeddigitaal. Nu komen er alleen maar weer meer, maar dat maakt niet uit. Oh, heb ik hier geen items in? Jawel. Oh. Ik heb per ongeluk een advanced gedaan. Zo. Komt de dirt en de cobblestone. En die worden dan gesplitst. En zo heb je dus een goedkopere sorteersysteem als het ware. Van Buildcraft. Nadeel aan Buildcraft is wel, en dat is bij Railcraft volgens mij ook het geval, of hij moet doorrijden. Ik denk dat het doorrijden is. Op het moment dat de items bij de chest aankomen, en de chest is vol, dan vallen de items op de grond. En dat is niet leuk, want dan heb je een hele grote troep. Je kunt hier zien, cobblestone is hierin gaan, dirt gaat hierin. En wauw, slime, je bent groot. En bij Railcraft is volgens mij het geval dat op het moment dat de chest vol is, dan gaat die in eerste instantie nog in de inventory van de advanced unloader. En volgens mij, anders dan rijdt de card gewoon door. Dus op een gegeven moment is de card ook gewoon vol, maar dan heb je niet zo'n verschrikkelijk grote rommel overal liggen. Nou, dat was de Buildcraft sorteersysteem. En dan gaan we nu verder naar de volgende. Red Power. Oké dan, dan gaan we bij de laatste voor vandaag. Red Power sorteersysteem. En dit vind ik persoonlijk de mooiste. Duurste zou ik... Oh, ik ga toch... Ja, ik weet niet wat de duurste is. Ligt eraan wat je veel hebt natuurlijk. Als je veel diamond hebt, dan is Buildcraft eigenlijk geen enkel probleem. Maar in ieder geval. Dit is de chest waar de query op aansloot. Dus hier is waar de query bijvoorbeeld staat. En daar zetten we een sorting machine. Van Red Power zetten we neer. En nadeel aan de sorting machine is dat je energie nodig hebt van solar panels om hem te laten lopen. En dat hij elke keer een puls nodig heeft per item dat hij verstuurt. Dus je zou elke keer moet je een puls geven. Gelukkig geeft een Red Power ook een timer die per 0,2 seconden een puls kan geven. Dus dat scheelt weer. Twee solar panels zijn eigenlijk wel genoeg om het ding te laten lopen. Eigenlijk is misschien één wel. Ik heb er even een battery box tussen gezet voor inderdaad de nacht. Zet even weer op dag. En nou ja, wat hij dus doet is, je hebt hier items in de chest. Cobblestone, dirt en iron ore. Wat hij doet, hij pakt gewoon alle items bij elkaar. En hier zijn verschillende modus. En je moet wel deze modus zetten. Dat hier ook een pakje komt. Dit betekent alle overige, dat niet in de sortierspul zit, gaat in de witte chest. En dat zal gewoon even op random stuff erin stoppen. Nog een nadeel aan de sorteermachine is dat eigen werk voor kleuren. Dus de pijp kan kleuren geven. Alleen heb je wel al die kleuren nodig. Dus je moet lapis uitgeven om die kleuren te krijgen. En sommige kleuren zijn best wel moeilijk te krijgen. Als je alle kleuren wil hebben, ja, dan ben je gewoon even bezig. Maar als je het helemaal hebt, is het eigenlijk best goedkoop over het algemeen. Dus dat scheelt. Dus wat je doet, is je zet de kleur hier. Rechtsmuis op terug, linkermuis op vooruit. En ik zet hem op oranje. En dat is het cobblestone. Dus cobblestone wordt straks uit de sortermachine gegooid. En in de oranje pijp in deze chest. En hetzelfde geldt voor blauw iron en rood dirt. En wit wordt het overige ingegooid. Dus ga ik het nu aanzetten. Zoals je ziet, gaat het uit. Wat ik heel mooi vind hieraan, is de cobblestone krijgt een kleurtje. En dat kleurtje, dat gaat richting de kleur, dichtbij de gekleurde pijp van die kleur. En dus op het moment dat die hier uitkomt, is het pad al neergezet als het ware. Dus weet Minecraft zeg maar al, waar de cobblestone heen moet. In tegenstelling tot Buildcraft. Wat hier het mooie aan is, en dat zal ik even demonstreren als ik een heleboel cobblestone even erin gooi.
Nog wat meer. Oh. Lol. Dat wel even zo. Oh nee, dat kan niet. Haha. Maar niet uit. Ik gooi even een heleboel koolstone hierin. Slime gaat aan de kant. Zo. Kijk, nu is hij vol. En ondertussen is de iron ore in blauw gegaan, zoals je ziet. En dirt is als goed is al in rood. Is er al in. En dat zul je straks zien. Kijk, nu komen de andere items, de overige items. En die worden dus naar wit gegooid. Dus later als je hier denkt van, hey, dit item hoort toch eigenlijk gesorteerd te worden. Oh, dan zou ik het nog niet in de sorteermachine hebben gezet. Dus dat scheelt. Wat er dus gebeurt op het moment dat een chest vol is, zoals deze hier, en ik gooi hier nog even wat cobblestone in, dan zegt hij, fout, kan niet. Ik kan niet een item hier naartoe sturen, want de chest die erachter zit is vol. Dan stopt hij ermee. Gewoon, bam, ligt stil. En als je merkt dat hij stil staat, dan weet je, oh, er is iets fout. Kijken. Oh, hier lijkt niks aan de hand. Oh, deze chest is vol. Haal je er iets uit. En dan zet je weer aan. En hij gaat weer verder. Dus zo werkt het systeem. Kijk, je kunt straks ook zien waarschijnlijk dat op het moment dat deze weer vol is. Ik zal hem even helpen. Slimes, die zijn heel irritant. Op het moment dat die vol raakt, en dat is nu het geval, gaan de cobblestones ook weer terug. En dat vind ik heel erg awesome eruit zien. Nu zeg ik dus hier een foutmelding. Oké, nou ja, haal ik hier wat uit de chest. En ze worden er ook weer automatisch uitgepulst. Dus als ze in de inventory zitten van het sorteersysteem, worden ze er automatisch weer uitgegooid. En dan gaat het rode lampje weer uit. En dan kun je weer opnieuw. Zo werkt het sorteersysteem. Ik vind het echt vies handig. En het werkt heel goed. En hij geeft mooie foutmeldingen aan in tegenstelling tot Buildcraft. Redelijk goedkoop. Wel heel veel verschillende items nodig, dat wel. En het ziet er ook eigenlijk het leukste uit. Nou ja, dan was dit een soort van tutorial-achtig afleveringetje van, van sorteringsmachines in Tekkit. Er zijn natuurlijk wel meerdere, maar dit zijn eigenlijk de drie grotere sorteringssystemen. Bedankt voor het kijken. Subscribe, like voor meer. En dan zien we bij de volgende aflevering weer.